Het museum is weer gesloten. Voor de pauze heb ik al verteld dat ik ernstig overleden was, oftewel doodging. En over die lieve Sissy. En over Frans Jozef, ja, die gewoon eigenlijk met de gebakken eieren zat. Vallen en opstaan, laten we maar zeggen. Bij jullie in Gent was het ook vallen en opstaan. Want Gent had een conflict met de heer van Gent. En geloof het of niet, om het geloof. Het volk zag nog maar één oplossing. Namelijk het aloude Sint-Sebastiaans-gilde. De heer had daar geen zeggenschap over. En de Gentse bevolking zei, blaas hem op! En probeerde er weer nieuw leven in te blazen. Het verenigingsleven was lamgelegd door de heer. Waarschijnlijk door de vele vuste bier. Er zat in ieder geval weinig geld in kas van het schuttersgilde. Maar goed, de vereniging bleef in rusten. De heer van Gent bleek toch te machtig. Het bezoek van een... Servant aparte. Fransman hielp sowieso niet mee aan het behoud van de schutterij. Deze Fransman kwam met beroepslegers. En zo kwamen de taken van schutterijen en schuttersgilden te vervallen. Ja, die klap die komt er ook nog wel even bij. En eroverheen, bij de schutterijen Gent. Nou, lekker dan. Later heeft die Fransman wel geprobeerd de schutterijen weer een beetje in ere te herstellen. Nou, beetje laat, maar ja, beter te laat dan nooit.